Internationaal Infra NV is gestart met het Saramaca Canal System Rehabilitation Project onder leiding van projectmanager Vishnu Kalu. De opschoning van het 25 kilometer lange kanaal zal verdeeld gebeuren in 5 secties, gefinancierd uit een lening van $35 miljoen van de Wereldbank. Het project richt zich op verwijdering van dichtbegroeide vegetatie om watertransport en economische activiteiten te verbeteren. Belanghebbenden zijn geïnformeerd en er is veel begrip voor de werkzaamheden. Het technische team van EBS heeft op 13 februari 2024 de derde pomp in het Wakai-pompgemaal in Ikeri gerepareerd, waardoor er weer voldoende irrigatiewater beschikbaar is voor de rijstsector. Minister Seudin had ingegrepen toen een tekort aan water ontstond en een team onder leiding van Armand Bipat van EBS werd ingesteld. Binnen 5 dagen waren de monteurs erin geslaagd om de eerste van de 3 kapotte pompen te repareren, waardoor nu 3 pompen draaien. De werking van de machines heeft geleid tot een snelle stijging van het waterpeil in de aanvoerleidingen naar de rijstvelden. Boeren merken op dat sommige gebieden nu kunnen worden bevloeid door zwaartekracht, wat de kosten zal verminderen. De narcotica-brigade van de politie heeft gisteren op verzoek van de ECD een onderzoek uitgevoerd naar snoepgoed met opschriften zoals CBD gummy bears en cannabis lolly. De snoepjes, verpakt in zwarte en roze verpakkingen, werden aangetroffen bij een verdachte. Tests bevestigden de aanwezigheid van cannabis oil, een stof die voorkomt in marijuana en hash. De politie waarschuwt ouders en verzorgers om alert te zijn en te voorkomen dat dergelijke producten in handen van jongeren komen. Tevens wordt benadrukt om kinderen voor te lichten over het niet gebruiken van deze producten.